Uiterlijk lijkt er niets aan de hand met dit 12-jarige majorette meisje. Maar van binnen draagt ze een groot geheim met zich mee. Machteld van Diermen. Wij hebben ons heel vaak dingen afgevraagd van wat is er met haar aan de hand. Ja, dan was ze aan het schreeuwen in haar droom of in haar slaap. Dat was heftig, ja. En dan wordt het dragen van dit geheim zo groot dat ze op een dag niet meer verder wil leven. Ik word er wel een beetje emotioneel van. Het haalt wel weer wat bij me omhoog, ja. Als ik zo die foto's van Machteld bekijk als baby, dan vind ik het toch wel heel erg dat ze later al die narigheid moet meemaken en al die, kun je gewoon niet begrijpen eigenlijk. Langzaam maar zeker merkte Machteld toch wel dat het niet goed zat tussen haar ouders. Ja, wat ik dus weet vanuit mijn jeugd, dat mijn ouders ruzie hadden, dat ze een keer de vaat door de keuken heeft gegooid, kapot heeft gegooid. En ja, je voelt toch wel een bepaalde spanning, ja. Na de scheiding was het voor Machteld ook heel moeilijk, omdat ze haar vader miste, want daar hield ze heel veel van. De 6 kinderen blijven allemaal bij moeder wonen. Maar moeder worstelt met de scheiding, maar ook met psychische problemen. Ja, dan zat de deur op ze op te klippen, deze niet open. En dan had de moeder medicijnen genomen en dan lag ze laveloos op bed. En in die periode moesten de kinderen ook echt voor zichzelf zorgen. Dat ze daar alleen voor stonden. Ze kon ook echt wel tegen ons tekeer gaan. Boos zijn, huilen, schreeuwen. Hoe ouder wij werden, laat maar zeggen, hoe erger werd het eigenlijk. En dat was wel, best wel kommer en kwel, zou ik maar zeggen, ja. 2 jaar na de scheiding wordt moeder voor een aantal maanden opgenomen. De kinderen worden verdeeld onder familie en vrienden. Machteld gaat naar een nicht en haar man. En dat is het begin van een groot geheim. Met haar nicht had Machteld echt, ja, die was een jaar of 12 ouder, denk ik, dan Machteld. En ja, daar had ze echt een superband mee. Dat was, zij voelde het als een moeder voor haar. Machteld is dan ook erg blij dat ze daar terecht kan. Totdat de man van haar nicht op een verkeerde manier aan haar gaat zitten. Het is verschrikkelijk als jij 12 jaar bent en dat dan iemand je zo gaat benaderen en dat soort dingen met je gaat doen, dat is gewoon verschrikkelijk. Waar je eigenlijk je thuis moet voelen, of in ieder geval getroost moet voelen, hè, liefdevolle mensen om je heen moet hebben, omdat je al uit huis geplaatst bent, je ouders in scheiding liggen. Afschuwelijk. Vreselijk. Ja, waarom Machteld het niet verteld heeft, is dat ze toch van die nicht hield. Ik denk dat zij de enige persoon was op dat moment die voor Machteld heel veel betekende in ieder geval, ja. Als moeder na maanden van behandeling weer terugkomt, komt Machteld weer thuis wonen. Door het misbruikgeheim was ze heel snel gepikeerd en boos. En dat was natuurlijk niet bevorderlijk voor de sfeer thuis. Als Machteld en mijn moeder dan ruzie hadden over woorden, dan kon mijn moeder die nicht wel eens bellen van, hè, kan ze niet naar jullie toe of kun je er misschien even komen halen, want het escaleert. En dan kwam hij dan met de auto Machteld ophalen. En dan gebeurde het weer, dan ging Machteld met hem mee. En dan kon hij dus weer dat soort dingen gaan doen. En Machteld kan in die tijd voor haar gevoel ook niet vertellen aan haar moeder wat er aan de hand is. Omdat mijn moeder was natuurlijk depressief en ik denk dat Machteld mijn moeder er niet mee wilde opzadelen, denk ik. Dat ze eigenlijk bang was dat mijn moeder dan nog meer zorgen zou krijgen en nog depressiever zou worden, denk ik. Ja, wij hebben ons heel vaak dingen afgevraagd van wat is er met haar aan de hand. En dan was ze aan het schreeuwen in haar droom of in haar slaap. En dan vroegen we wel wat was er. Dan droomde ze bijvoorbeeld dat een auto op haar af kwam rijden en achteraf gezien was dat dan bijvoorbeeld een vrachtwagen waar hij in zat, want hij was vrachtwagenchauffeur. En dan op een dag wordt het Machteld te veel. Verschrikkelijk. Afschuwelijk eigenlijk, ja. Ik word er wel een beetje emotioneel van. Het haalt wel weer wat bij me omhoog, ja. We zijn inmiddels ruim 20 jaar verder en ik heb met Machteld afgesproken hier in deze kerk. Hey, daar ben je. Hoi! Hey, Mirjam. Hi, Mirjam. Leuk je te ontmoeten. Ja, dankjewel. Hey. Hallo.
Vertel eens, hoe is het met je? Ja, nu supergoed, ja. Maar een hele moeilijke tijd gehad in het verleden. En ja, door die cursus die georganiseerd werd vanuit deze kerk en een andere kerk is mijn leven veranderd. Jouw moeder wordt opgenomen en dan worden de kinderen verdeeld. En jij komt bij je nicht terecht en bij haar man. Hoe vond je dat in eerste instantie? Ja, ik hield van mijn nicht. Dus zij was voor mij eigenlijk de moeder die ik miste. Want zij nam wel echt de tijd voor mij en zij gaf me wel die arm die ik nodig had, zeg maar. Ja. Dus zij was op dat moment alles voor mij. Dus ja, dat was prachtig dat ik daar naartoe kwam. Je vond het fijn om daar naartoe te gaan? In eerste instantie? Ja, naar haar toe gaan. Ja, dat vond ik fijn, ja. 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 Maar al snel fietst Machteld 3 maanden lang naar een onveilige plek. En met wat voor gevoel lag je dan in bed, 's avonds? Ja, zo ver mogelijk onder de dekens. Altijd op mijn linkerzij met mijn gezicht naar de muur. En ik deed altijd alsof ik sliep. Maar ja, dat maakte niet heel veel uit. En je wilde niet aan je nicht vertellen? Nee. Nee. Zij was op dat moment de belangrijkste persoon in mijn leven. En die wilde ik niet kwijt. Nou, hoe ben jij door die tijd gekomen dan? Gewoon doorgaan. Gewoon naar school, dingen doen. Majorette heb ik heel lang gedaan. Dat was echt mijn lust in mijn leven. Daar heb ik alles in gestapt. Als je me straf wilde geven, dan moest je me daarvan thuis houden. Dan wist je zeker dat je de goede straf had, zeg maar. Die periode in je leven, wat heeft dat met jou gedaan? Ja, op dat moment sluit je je af van alles en iedereen eigenlijk. Wat dacht je dan? Ja, waarom ik? Doe ik iets verkeerd? Geef ik er aanleiding toe? Je gaat het toch bij jezelf zoeken? Ja. Van alles, denk je eigenlijk. Wat is er stuk gegaan bij jou? Ja, wie je bent. Je wordt een ander mens. Er straalt geen geluk meer van je af. Als ik nu foto's kijk van toen die tijd, dan denk ik van... Er straalt niks meer uit je ogen vandaan. Het is gewoon dof. Ja. Dus het haalt eigenlijk het leven uit je vandaan. Je leeft, maar je leeft eigenlijk niet. En dan besluit dit meisje dat ze zo niet meer verder wil. Omdat ik het gevoel had dat niemand van me hield. Dat ik het alleen moest doen. En dat ik eigenlijk gewoon in de weg liep voor andere mensen. Dus ik dacht, ze zijn beter af zonder mij dan met mij. En hoe kwam het dat jij zo dacht? Dat weet ik niet. Ik denk door alles wat je meemaakt gewoon. Alles alleen moeten doen. Voor mijn gevoel dan, hè? Mm-hmm. Dus ja, dat. Na haar zelfmoordpoging vertelt Machteld haar grote geheim. En er volgt een rechtszaak. Hij heeft een jaar gevangenisstraf gehad, waarvan een half jaar voorwaardelijk. En dan gaat er nog 1/3 van de straf af. Dus hij heeft 4 maanden moeten zitten. Als ik dat van tevoren had geweten, had ik nooit aan begonnen. Want, en nu is het goed hoor, ik heb daar nu vrede mee. Maar toen dacht ik echt, ja, wat is 4 maanden? Niks. Machteld probeert het leven na deze rechtszaak weer op te pakken. Ik ben iemand die heel positief ingesteld is. Dus ik had ook gelijk weer, oké, nu kan ik weer verder en hop, schouders weer eronder en door. Maar ja, dat werkt ook niet zo. Daar kom je dan later pas achter. Je kan pas echt verder als je vergeeft. Heb ik ervaren, laat ik het zo zeggen. Misschien zijn er andere mensen die wel verder kunnen zonder te vergeven. Maar voor mij kwam de bevrijding pas echt toen ik hem vergeven had, ja. Want wat is er gebeurd? Nou, ik heb een Alpha-cursus gevolgd. En in deze cursus krijg je over meerdere avonden en een weekend het christelijk geloof uitgelegd. En tijdens dat weekend vertelt iemand een verhaal dat Machteld recht in het hart raakt. Ik vond dat verhaal prachtig. Totdat hij op een gegeven moment in één zin de woorden misbruiken en vergeven zei. En toen wist ik, dit praatje is voor mij. En het was alsof ik... ik knakte 100%. Wat gebeurde er? In mijn hart had ik hem vergeven. Vanaf dat moment. De dader? Ja. Ja. En alsof God de pakhuis van me afhaalde. Zo voelde dat. En je hoofd gaat daar nog niet mee, hoor. Ik zie jou ook kijken, maar je hoofd gaat daar niet mee. Geloof me. Want die denkt echt wel, oké, wat gebeurt hier? Ja. Maar ik had hem vergeven in maart, dat wist ik. En 2 dagen later heb ik een kaartje gekocht.
En daar heb ik opgeschreven dat ik hem vergeven had. En die heb ik op de brievenbus gedaan. En het bijzondere vind ik dat ik dat kaartje afgesloten heb met de woorden: groot is uw trouw, Heer, mijn God en Vader. En Joost mag weten waarom. Ik heb echt geen idee, maar dat kwam in me op en dat heb ik erop gezet. En een paar dagen later vroegen ze aan mij of ik deze getuigenis hier in de kerk wilde doen. En niemand wist dat, van dat lied, dat ik dat op de kaart had geschreven. En het eerste lied dat we gingen zingen was Groot is uw trouw, Heer, mijn God en Vader. En dat is God. En heb je nog iets van hem gehoord? Nee. Oh. Maar het hoeft ook niet. Het is goed voor mij. En ik kan nu bidden voor hem of God zijn hart veranderen mag. En hem mag bevrijden van de last die hij draagt. Ik neem Machteld mee naar buiten, omdat haar zus nog een lieve verrassing voor haar heeft. Zo, Machteld. Nou, er is iemand die heel graag iets tegen jou wil zeggen. Heb je ook enig idee wie? Nee, ik heb geen idee. Ik weet het echt niet. Ik ga haar een armbandje geven en zeggen dat ik van haar hou. Hallo. Oh, kijk, ik heb wat voor je gekocht. Het is een armbandje en eigenlijk twee verschillende kettingjes. Dat wordt dan samengebonden als de liefde van de zussen, laten we zeggen, als zussen. Nou, ik vind het super lief dat je dit hebt gekocht en het betekent veel voor me. En ik hou ook voor jou. Ik ben blij dat je mijn zus bent. Top.